Hallo kijkers van mijn YouTube kanaal, welkom bij een nieuwe video. Niantic heeft Go Battle League leaderboards aangekondigd voor de beste spelers in de Go Battle League. En laten we daar nu een kijkje naar gaan nemen van hoe dat eruit gaat zien. Nu zijn we op de website. Ze hebben hier al een soort van preview gemaakt van hoe het eruit gaat zien. Hier zo gaat het eruit zien, zeg maar. Je hebt eerst een lijst van mensen. Hier komt eerst de beste 50 mensen te staan, daarna de volgende 50 mensen, dan weer 50 mensen enzovoort tot 10. Dus je kan de beste 500 mensen zien op de leaderboards. Laten we het gewoon even gaan doorlezen en dan leg ik uit wat er allemaal staat. Op morgen, 10 april, komt het, wat is het, in de game of op de website? Ja, op deze website, PokemonGoLive.com, kan je dan zien, de leaderboard zien. Die komt dan hier op deze website. Ja, je kan dus de beste 500 mensen zien. Je kan hun team zien, hun naam zien, hoeveel punten ze hebben, hoeveel totale battles ze hebben gedaan. En het wordt 1 keer per dag geüpdate. Je kan, als je op het informatiedingetje klikt, zien wanneer het voor het laatste is geüpdate. Je kan ook zien welke rank de mensen zijn. Als mensen geband zijn terwijl ze in de leaderboard horen te staan. Of als ze een niet passende naam hebben. Eigenlijk een naam die niet echt kan. Dan staan ze niet op de leaderboard. Een extraatje van Niantic. Vanwege Go Battle League. Krijgen we op 12 april. Zondag 12 april. Go Battle Day en Marill staat, zeg maar, het is een beetje in het hoogtepunt van Marill. Je kunt hier al zien op het plaatje. Wat er dus gebeurt, als je van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags Go Battles wint, kan je in de eerste encounter en de derde encounter, als je zonder betaalde pas doet, Marill krijgen. En die kan natuurlijk shiny zijn en die is goed voor in de Great League als je hem evalueert. Je krijgt dubbel zoveel starters als je Marill vangt tussen die tijd. En je kan in plaats van 20 keer 5 battles doen, kan je... in plaats van 5 keer 5 battles doen, kan je nu 20 keer 5 battles doen. In één dag, dus dan kan je 100 battles doen op die ene dag. Als je een betaalde pas gebruikt om de battles te doen, krijg je bij elke keer dat je een battle hebt gewonnen een Marill encounter. Dus dat is extra veel Marills voor extra veel Stardust en extra veel shiny kansen. Ik denk dat dat het wel was. Het was een snelle video. De Pikachu Library blijft gewoon als normaal in rank 10 zitten. En ja, en morgen verandert de rank, zeg maar, niet de rank, waarin we battelen. We battelen nu in Ultra League, gaat naar Master League. Dus zit er geen limiet aan hoe hoog de Pokémon kunnen zijn. Vergeet niet de video te liken als je het een leuke video vond of informatief. Abonneer op het kanaal als je meer Pokémon of andere content van mij wil zien. En tot de volgende video.